Oh nee, oh nee. Bommenmannetjes. Gelukkig hebben we 30 bommen. Yo, Nintendo fans. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Riek. En vandaag zijn we bezig met de Face Shrine in The Legend of Zelda Link's Awakening. Wow, waar kwamen die opeens vandaan dan? En hoe gaan we deze gasten verslaan dan? Dit is de 6e dungeon in de game. En ik ben wel behoorlijk benieuwd hoe we deze gasten gaan verslaan. Oké, volgens mij is dit inderdaad de manier. Eentje voor jou. En nog eentje voor jou. Krijg jij er ook nog eentje van mij? Cadeautje, alsjeblieft. Wil je nog een cadeautje? Daag. Eerste kist hier is al een feit. Oh, en daar zitten roepies in. Al die moeite voor roepies. Kan ik deze optillen? Nee. Blijkbaar krijgen we in dit kasteel dus iets waar we sterker van worden. Zodat we zwaardere dingen op kunnen tillen. Hier hebben we een shy guy. Volgens mij moeten we die op deze manier verslaan. Ja, oké. Hieronder zit een knoppie. Oké, dit ziet eruit als best wel een groter kasteel dan dat we gewend zijn. Ik zie trouwens ook dat hier gewoon een gat zit. Kunnen we even een bommetje neerleggen en een gat maken. Boom! Wat zit hier? Oké, hier kunnen we later denk ik naartoe. Want we hebben dus die kracht nog niet. We moeten eerst even de schat gaan vinden in dit kasteel. Zou ik een bom neer kunnen leggen en die daar naartoe kunnen gooien? Zou dit lukken? Nee, dit haalt hij niet. Hoe ver kan ik mijn boomerang gooien dan? Oh, kijk, we kunnen hem ook met de boomerang stunnen. De boomerang haalt het ook niet. Oké, ik zie het al. Dit wordt echt een puzzel. Ik denk dat dit best een lange video gaat worden. Deze tempel ziet er niet heel erg gemakkelijk uit namelijk. Kan ik hier dan wel mijn pijl en boog gooien? Ja, eerst moet ik even Shy Guy verslaan, denk ik. Dan nu mijn pijl en boog gooien. Oh, mijn boomerang bedoel ik. Kan ik hier dan zo en dan hier naar beneden? Ja, dit kan. Gelukkig. Nu kunnen we hier in ieder geval wat verder. Boomerang, pijl. Kijk, ja, nice. Oké, nu krijgen we iets waar we wat aan hebben, hopelijk. Het is maar goed dat we die boomerang hebben, want anders zou dit echt nog best wel nog een stukje lastiger worden. Het is wel aan te bevelen om die boomerang te halen. Gaan we hier naar boven. Daar moeten we een potje tegenaan gooien. Yes. Hier kunnen we nog niet heel veel doen. Dit kistje kunnen we wel openmaken. Nice. Hebben we het kompas ook te pakken. Oké, heel even terug om te kijken of hier rechts nog iets zat wat we kunnen gebruiken. Kijk, namelijk ook nog een kistje. En daar zit een stone beak dan in. Nice. We kunnen hier naartoe, maar we hebben een potje voor nodig om iets tegenaan te gooien. Of natuurlijk deze beelden. Maar die beelden die kunnen we nog niet oppakken. Dus we kunnen nog niks hier tegen die deur aangooien. Dus we kunnen hier nog niet verder. Moeten we wel deze kant op. En dan moeten we hier ook weer even die spookjes zien te verslaan. Dat is twee. Oh, oeps. Hoppa. En nog een keer. Kom maar. Hoppa. Kijk, en daar hebben we ons eerste sleuteltje in deze tempel. Oké, waar moeten we dan nu naartoe? Ik heb zo'n vermoeden dat ik helemaal terug moet naar de ingang. En dan ga ik gewoon even mijn fluitje weer gebruiken. Want ja, ik kan hier even niet langs. Dus we moeten heel even terug. Deze kant op. We konden hier namelijk nog naar rechts. Daar zijn we nog helemaal niet geweest. Dus laten we daar maar nu even naartoe gaan. Oh, ik had... Ik wilde mijn veertje aanzetten, maar ik had mijn veertje niet. Godverdorie. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oké, vliegende tegels. Ontwijk de vliegende tegels. Lekker. Oké, dit gaat best goed. Dit gaat best wel goed, jongens. Dag, vliegende tegels. Later. Gaan we hier naar boven. Hebben we hier inderdaad een sleuteltje voor gekregen. Het is maar goed dat we eerst links zijn gegaan en nu rechts. Anders hadden we dit allemaal dubbel moeten doen. Gaan we hier even een bom neer. Boom. Alright. Oh, we krijgen hier een baas. Ik zie een kogel. En ik... Oké, jij pakt die kogel. Jij gaat die kogel op mijn bakken gooien. Auw! Geef mij die kogel. Hier voor jou. Hier, nog een keer. Hier. Oké, nu heb jij hem. Oké, jij hebt hem. Ik ben al weg. Auw, vriend. Oké, geef mij. Ja. Kijk hoe bang die is. Ik voel me zo machtig nu met die kogel in mijn handen. Hier, vangen. Het is wel een arm, lief wezentje. Ik vond hem wel leuk eigenlijk. Oké, dit veetje gaat in mijn potje. Hebben we die ook weer? Altijd handig om reserve te hebben. Kom ik al in de buurt van de schat nu of niet? Ik heb het gevoel dat dit een soort van puzzel is. Maar wat is de clue dan hier? Ik kan hier wel blijven lopen, maar er gebeurt gewoon... Er gebeurt niks. Oké, ik weet niet zo goed wat hier gaande is. Oké, dit is een lastige. Wat moet ik doen? Ik zou kijken of hier wat gebeurt als ik hier de lichten aandoe. Misschien moet ik hier wel alle vijanden zien te verslaan of zo. Oh, kijk. Oh, oké. Yes. Hier moesten we dus echt alle vijanden verslaan. Dan komt er een geheim gangetje. Kijk die Solosis hier. Ze lijken net Solosis Pokémon. Let's go. Naar boven. Wegwezen. Ah, nee. De verkeerde schakelaar. Nu staat de schakelaar goed. Dus kunnen we lekker door. Spinnetje verslaan. Oh, spookies. Deze is voor jou. Oh, die was mis. Boom. Oké, nou hoop ik echt dat er hier die stevige handschoen in zit. Ja, de Power Bracelet. Het is geen handschoen. Maar het is de Power Bracelet. Super nice. Nu kunnen we eindelijk die olifanten gaan optillen. Kijk ons sterk zijn dan. Hoppa. Body pump. Alles. Oh, dan komen we hieruit. Oh, wacht. We kunnen natuurlijk deze
deze olifant oppakken en die hier tegenaan gooien. En dan kunnen we gewoon hier naartoe. Yes! Kunnen we die olifant hier tegenaan gooien. Zo, en dan... Oh, dat hoeft helemaal niet. Nu ga ik helemaal naar linksboven waar we net waren, waar we ook zo'n olifant nodig hadden. Ik weet alleen nou niet meer of deze schakelaar op de goede stand staat. Nope. Gaan we hier naartoe. Ja, hier moeten we zijn. Oh, maar dan moeten we even weer een schakelaartje omzetten. Gelukkig kunnen we dat wel hier doen. Kunnen we even deze olifant oppikken. Boom! En hier naartoe. Oké, dan moeten we dus nu even die paarden op de goede plek gaan gooien. Oh, dan gaat alleen de deur achter ons maar open. Oké. Nou, gaan we hier naar boven. Oké. En zijn we opeens buiten. Oh, dit is die wildwaterbaan waar we nog niet op konden omdat we geen 100 muntjes hadden. Ik heb in ieder geval wel weer een seashell gevonden hier op die waterbaan. Dus even kijken waar we nu het beste naartoe kunnen gaan. Daaronder ben ik ook nog niet geweest. Oké, we moeten naar die kamers, denk ik, hier nu rechts van de ingang. Want ik kan nu natuurlijk die olifant hier optillen, zodat ik in deze gang kan. Oh, snap. Hier zijn zoveel spookies. Holy moly, jongens. Kijk, ik ga ze gewoon één voor één bieten. Hoppa, dat is één. Dat is twee. Nummertje drie. En de laatste. Hoppa. Oké, ik moet eerst even naar beneden, denk ik. Daar is het minste gaande. Alleen, hoe gaan we dit doen? Ik kan nu toch niet verder. En ik kan ook niet terug. Nu kan ik wel terug. Blijkbaar moet ik even de schakelaars straks omzetten. Anders gaat me dat natuurlijk niet lukken. Go, 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 go. Ja! En oké, daar hebben we een sleutel. En die moeten we daarin doen, maar ik ben confused. Hier kunnen we volgens mij voor de rest ook niet zoveel doen. Want hiermee ga je terug naar de ingang. Of zit hier de schakelaar onder? Ja, kijk eens. Oké. Ik dacht al, dat steentje ziet er iets anders uit dan het steentje aan de rechterkant. Ah, kijk eens. Eerst eens even deze openmaken. En dan ga ik proberen om al die stoeptegels weer te ontwijken. Ik hou niet zo van stoeptegels op mijn bakkers. Go, 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 go. Want ik hoorde net het geluidje dat hier een geheim moet zitten. En ik denk dat we die krijgen. Op het moment dat al die stoeptegels weg zijn. Yeah, nice. Even een sleuteltje pakken. Waarschijnlijk moeten we hier ook weer alle enemies verslaan. Dus dat is volgens mij alleen maar dat spooky. Terwijl uitkijk voor dat oog. Dat oog schiet namelijk laserstralen. Dan moet je echt vooruitkijken. Go. Ah, dat dus. Auw. Oh, hier moeten we naartoe als we de masterkey hebben. Maar die hebben we nog niet. Laten we teruggaan. We moeten namelijk die masterkey natuurlijk nog hebben. Hier naar boven, daar hebben we nog niet gekeken. Deze kunnen we optillen. Die kunnen we hier tegen. Oh, shit. Gooi ik mis. Oké, jongens. Poging 2. En nu even recht gooien. Ja, top. Dan moeten we hier weer even een potje gaan schaken. En ja, die staat goed. En dan moeten we die daar opgooien. Oh, het werkt natuurlijk als een paard dit, hè. Dus hij gaat twee stappen naar voren en eentje naar de zijkant. Zo moet je ze gooien. Kunnen we hier in? Daar zijn we ook nog niet geweest. Krijgen we hier de masterkey ergens misschien. Oh, bunnies. Hoe gaan we die bunnies verslaan? Moeten we daar poeder op gooien? Nee. Moeten we die dan ook met de pijl en boog verslaan? Ja, pijl en boog doet ze pijn. Oeh, maar dit moeten we ze drie keer raken met de pijl en boog? Hoe vaak moeten we ze raken? Of kan ik ook gewoon een potje op hun bakken gooien? Gaat dat niet gewoon sneller? Volgens mij gaat dat sneller. Oké, hier kunnen we naar beneden. Oh nee. Bommenmannetjes. Gelukkig hebben we 30 bommen. Eet mijn bom. Eet smakelijk. Eet mijn bommen! Vriend, ik zeg jij eet mijn bom. Hier, eet mijn bom. Kan ik dus hier naar links? Dan ben ik wel benieuwd wat hier is. Oh, kijk, dan kunnen we verder. Maar we moeten ook nog naar boven, want daar zit ook nog een kist. Laten we eerst even naar boven gaan, want ik heb wel het gevoel dat ik alle kisten nodig heb. Sowieso zit deze kist een beetje aan het einde van het kasteel. Dus dit zou zomaar de Nightmare Key kunnen zijn. Ik ben benieuwd. Is dit de Nightmare Key, jongens? Niet echt die Nightmare Key. Wauw. Maar wel 300 rupees. Dat is wel echt veel, trouwens. Oké, ik mag niet klagen. Het zijn 300 freaking rupees. Dat zijn er echt veel. Stuiter! Top. Zo. Ja, top. Oké, dan mogen we in ieder geval weer terug. Oh, wow. Kunnen we deze bollen met een boemerang verslaan? Dat ging echt super per ongeluk. Dat wist ik helemaal niet. Dat is chill. Kijk. Boom! Wauw, weer wat geleerd. Oké, let's go. Dan gaan we nu hier naartoe. Dan gaan we naar de overkant met de hookshot. Bam! Deze openmaken. Hartje oppakken, naar boven. En kistje openmaken. Ja! Zit hier dan de Nightmare Key in? Open the treasure chest. Use the pots around it. Oké, ik moest daar blijkbaar een pot op gooien. En daar is die, de Nightmare Key. Dat betekent dat we dit kistje niet per se meer open hoeven te maken, volgens mij. Daar zullen dan nog wel wat meer rupees in zitten of zo. Oké, kissie. Ik denk rupees. Huh? Nee, wat is dit? Een geheim medicijn. Maar we hebben er al een. Oké. Nou, dus dit was zwaar onnodig. Ik wil trouwens wel even deze pijltjes nog oppakken. Ik heb niet zo gek veel pijltjes namelijk. Dan moet ik er alleen nog even achter zien te komen hoe ik ook weer bij die baas kwam. Want dat ben ik even kwijt. Volgens mij om bij de baas te komen moeten we dit trappenhuis toch echt hebben. Ik heb net echt al twee verschillende trappen genomen en die waren het allebei niet. Maar volgens mij moeten we hier naartoe. En dan hier naar beneden. Deze kant op. Jawel. Hier was het. We hebben het toch weer gevonden. Ik ben nu echt al 5 minuten bezig geweest om hier weer terecht te komen, jongens. Dat ging niet helemaal soepeltjes. Maar we
zijn er. Bij de baas. Yeah, let's do this. Oké, wat is dit voor baas? Hey, domoor, heb je een hint nodig? Mijn zwakke punt is... Oh, nee, hij gaat het toch niet vertellen. Ik dacht even dat hij het ging vertellen. Deze verkeerd. Oh, ik denk letterlijk dat we dit gewoon allemaal eerst even moeten ontwijken. Al deze stoeptegels. Oh, die potjes nog ontwijken. En nu, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Een bom eronder leggen of zo? Nee? Wat moet ik doen? Moet ik je naar beneden laten vallen? Is... Nee, dat gaat ook niet. Dat gaat niet. Weet je zeker dat ik geen bom op je bakkes moet gooien? Ja, zie je. Ik moet wel een bom op je bakkes gooien. Oké. Nu weet ik wat ik moet doen. Ik moet dus bommen op haar bakkes gooien. Bommetje erop. Komt-ie. Boom. Oh, oké. Jij komt gewoon gelijk onder mij. Nou, dat is helemaal top, want ik had net een bom neergelegd. Dus dat is super. Hier heb je er nog één. Dit gaat helemaal soepel. Nog één. Ja, dit is easy. Blijft het hierbij? Is dit het? Alleen bommen op de bakkes leggen? Dit is het. Easy. Ze zegt, oké, luister. Als de windvis wakker wordt, dan is alles op dit eiland voor goed verleden tijd. En ze bedoelt echt... Alles. Ik weet niet of ik jou geloof. Ik denk het niet. Volgens mij zeggen jullie dat alleen om mij gewoon te laten stoppen met mijn avontuur. We hebben er weer een hartje bij. En dan gaan we hier naartoe en dan hebben we... Ja, we hebben de epische triangel, jongens. Zit hier nog basisschool? Triangel vasthouden tijdens de musical en dan... Bling, bling, bling. Link mag dat nu ook doen. Hoor maar. Link heeft de epische triangel gevonden, jongens. Iets roept je vanuit de bergen. En daar is Hoethoet weer. Ja hoor, meneertje Hoethoet. De vele monsters van dit eiland denken dat de windvis wakker aan het worden is. De kracht van de monsters is echt. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze alles gaan verwoesten. De dag kan snel komen. Ga naar de bergtoren en vlieg als een vogel, Hoethoet. Oké, let's go to the mountains. Maar dat doen we natuurlijk in de volgende aflevering, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog. Als je van Nintendo, als je van Zelda houdt. En abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. Binnenkort Luigi's Mansion 3. Of misschien ben ik het al aan het uploaden. Dat zou ook kunnen. Ik weet niet hoe het zit qua planning. In ieder geval, abonneer. Volg me op twitch.tv/Rickatu als je me live wil zien gamen. En dat was het. Tot de volgende keer. Mazzel!